Maandag waren we samen met de Almeerse kunstschilder Arnold Jonkind op bezoek bij het Almeerse bedrijf ReArt. Daar kun je kunst laten scannen. Marcel Salome is oprichter van ReArt. Wat doet het bedrijf precies? Wij maken kunstreproducties op zeer hoogwaardige kunstreproducties voor kunstenaars, musea, gallery. En dat doen we eigenlijk internationaal. Dus 70% van wat we doen gaat allemaal naar het buitenland toe. We beginnen altijd met een intake met een kunstenaar. We willen altijd even weten wie is de kunstenaar, wat maakt hij voor kunst. Wat schildert hij? Doet hij dat op canvas? Doet hij dat op panelen? Want de allerbelangrijkste fase is het schilderij digitaliseren. En daar hebben we onze Kruse Finite Scanner voor. Elk schilderij is anders. Dus wij moeten heel erg kijken hoe een schilderij geschilderd is. Om die op de allerbeste manier te kunnen digitaliseren. De scanner gaat aan de slag. Hier werd eerst een proefscan gemaakt en uiteindelijk de nauwkeurige opname van het kunstwerk. Als dat eenmaal gedaan is, dan gaan we samen met de kunstenaar gaan we de proefing doen. Want we kunnen dan nog de duurste camera hebben staan. Maar dat wil niet zeggen dat met één druk op de knop elke kleur goed is. Dus dan gaan we een proefingfase doen met de kunstenaar. Dus daar is de kunstenaar bij aanwezig. We maken een aantal proefdrukken, proberen zo dicht mogelijk het origineel te benaderen. Nou, soms grijpen we in, want wil de kunstenaar toch nog wat veranderen aan het werk. Want die mogelijkheden zijn er. Nou, dan gaan we eigenlijk naar akkoord gaan we de prints maken. En dan bepalen we samen met de kunstenaar welk product dat gaat worden. Gaat het op papier, gaat het op aluminium, gaat het op canvas. Dus er zijn meerdere mogelijkheden als eindproduct. En dan kan de kunstenaar bepalen wat voor oplage het wordt. Wordt eentje, twee, 10, 25. Dus dat is eigenlijk een beetje de volgorde. Naast de kunstdrukken doen we ook sowieso kunstboeken maken voor kunstenaars. Dat is wel wat afgenomen de afgelopen jaren met komst van de nieuwe media, zoals Facebook, Instagram. Dus mensen posten veel meer plaatjes. Dus boeken zijn iets meer overbodig geworden. Maar we hebben wel een eigen uitgaves gedaan. Inmiddels al, ik denk een stuk of 10 kunstboeken voor imaginair realisme. En dat is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby, maar wel hele mooie hoogwaardige boeken. Uitgeven voor die vorm van kunst, om ook die vorm van kunst een podium te geven. De gemeente Almere wil veel nauwer gaan samenwerken met beschermingsbewindvoerders om mensen met schulden weer een perspectief te bieden. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente het convenant Samen Verder getekend. Wat we willen is dat mensen met schulden weer perspectief krijgen op de toekomst, waarin ze weer in staat zijn zelfstandig hun eigen financiën te regelen, zegt wethouder Jerzy Soetekau. Meer op 1almere.nl. Nielsen en Davina Michelle treden op 5 mei op tijdens het Bevrijdingsfestival. Eerder is bekendgemaakt dat Kraantje Papi naar Almere komt. Naast alle optredens zal minister-president Mark Rutte het festival in Almere openen. Trainer Santoni van Almere City FC is per direct vertrokken bij de club. Volgens de club is er een verschil van mening over de manier waarop de ambitieuze doelstellingen van de club moesten worden behaald. Technisch directeur Robert Maaskant is desondanks de beslissing erg blij met de samenwerking met Santoni. Een man uit Almere krijgt een werkstraf van 50 uur. Hij heeft vorig jaar stiekem gefilmd in de douches van sportschool De Mix. De Almeerder gaf in de rechtszaal toe dat hij daarvoor al enkele keren op dezelfde manier opnames in de doucheruimte had gemaakt. Dat deed hij naar eigen zeggen vooral voor de kick. Dit en meer op 1almere.nl. Cashière Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de kassamedewerkers en sieren.